De nachtzoen. Vlak voor het slapen gaan kan het fijn zijn om alles dat je verdrietig maakt uit te spreken. Deze life coach legt ons op bed met vroege jeugdherinneringen. Een tweede nachtzoen van Jacob van Wielink. Jacob, de nacht kan natuurlijk ook staan voor een soort, ja, als je het als symbool neemt van een donkere periode uit je leven. Is er dan iets voor jou waar je aan denkt? Ja, zeker. In ieder geval een periode waarin er veel momenten waren waarop ik echt niet gelukkig was. Dus als ik terugkijk naar mijn lagere schooltijd. En dat was een tijd waarin ik veel werd gepest. Ik heb daar veel herinneringen aan van op het schoolplein niet meedoen met spelletjes waar anderen wel aan het spelen zijn. En dat heeft een enorme invloed gehad ook op hoe ik mij als mens en ook als professional heb ontwikkeld. Want wat was jij voor kindje? Ik was een actief, leergierig, enthousiast kind. Behoorlijk bedweterig. En in de beschermdheid van een klein dorp op de grens met België. Want hoe werd er gereageerd op jouw bedweterigheid? Nou, dat werd met terugduwen, soms met fysiek geweld. In ieder geval met verbaal geweld. Soms met niet mee mogen doen. Dus anderen die bepaalden of je wel mee mocht doen met een spel op het schoolplein. Of dat je niet mee mocht doen. Zo bijvoorbeeld. En is dat toen op een gegeven moment weer gestopt? Ja, dus er waren perioden dat het sterker was dan anderen. En toen ik naar de middelbare school ging, toen ging dat nog heel even door. Ook daar, maar toen werd het eigenlijk al snel wel minder. En ik denk dat ik toen ook wel begon te leren dat ik ook zelf iets had te doen om me op een andere manier te verbinden, zodat ook dat pesten ook kon stoppen. Je zou natuurlijk ook ergens kunnen denken, de les was ook heel hard, toch? Want je werd gepest omdat je was wie jij als kind was. Ja. Uiteindelijk ben jij het dan toch gaan aanpassen. Ja, ik ben me gaan aanpassen, maar ik denk dat de echte effecten ervan pas veel later in mijn leven zichtbaar en voelbaar werden. Wanneer was dat? Nou, toen ik het werk ging doen wat ik nu doe. Dus ik werk voortdurend met groepen rondom thema's van leiderschap. Waar kom je vandaan? Waar ga je heen? Wat doe je in je leven? En daarin stel ik ook aan mijn deelnemers behoorlijk pittige vragen soms. Van wat is de impact geweest van datgene wat je meemaakte op wie je vandaag bent en hoe je andere mensen leidt en hoe je andere mensen inspireert. En toen ik daar verder in kwam en ook wel veel vragen van deelnemers zelf kreeg van hé, maar Jacob, hoe ging dat dan met jou? En ook mijn mentoren aan mij vragen gingen stellen van wat zijn dan bij jou die impactvolle ervaringen geweest? En toen kwam ik er toch zo voorbij de 35, 36 achter dat gepest zijn er voor mij ook wel fundamenteel toe leidde dat ik die vraag steeds bleef stellen, hoor ik er wel echt bij? Hmm. Doe ik er wel echt toe? En er waren momenten dat ik er minder last van had, maar ook momenten dat me dat fundamenteel beïnvloedde, dat ik soms bang kon zijn als ik in een nieuwe groep terechtkwam, waar ik enerzijds heel erg naar verlangde om daarbij te horen, om daar mee te mogen doen, maar ook dacht, oh, maar hoor ik hier wel echt bij? Ja, dat was wel spannend. En wist je daar iets mee te doen? Zeker, stap voor stap daar meer over gaan spreken. En nog niet zo heel erg lang geleden daar ook echt heling in te vinden door daar met andere mannen over te spreken. Door in de bergen waar ik wandelingen maak met een mannengroep waar ik onderdeel van ben. En daarover te spreken. En in dat spreken ook horen dat anderen ook zulke ervaringen hebben en ook daar mijn tranen over te kunnen laten zien, ook mijn kwetsbaarheid erover te kunnen delen. En dan te ervaren dat mensen om je heen kunnen staan. Want wat is dan de ervaring, want je zegt heling, wat gebeurt daar dan? Heling voor mij gaat over je kwetsbaarheid kunnen delen. Datgene wat je in het leven pijn heeft gedaan, wat je ten neer heeft geslagen, om dat te kunnen delen met de anderen. En te ervaren dat in het delen, in de stilte die er daardoor kan ontstaan, in de schouders die er worden geboden, de handen die ook over je heen kunnen worden geslagen, een woord wat soms wordt gesproken, dat je voelt dat je daar niet in alleen bent. Kon je dat dan ook direct toelaten? Ik kan me nog herinneren dat ik op een berg stond en dat ik het uitsprak en dat ik ontzettend hard begon te huilen. En dat ik toen dacht van, oh, wat ben ik nu toch enorm stom bezig dat ik dit doe. Dat ik toen me schaamte voelde, dat er toen mannen om me heen kwamen staan. En dat ik toen langzaam dacht van, ja, dit is eigenlijk gewoon heel erg goed. Laat ik dit maar eens gewoon toestaan. Om te ervaren dat als je werkelijk je uitspreekt, als je deelt datgene wat pijn doet, dat er dan ook mensen voor je zijn.